We hebben al jaren discussies over die financiële sector. Wat we met de financiële sector moeten, hoe we die in de hand krijgen. Maar wat onderbelicht blijft, is dat de maatschappij, dus eigenlijk het sociaal-economisch beleid, hoe we met dingen omgaan, bepaalt welke ruimte die financiële sector krijgt en welke rol die financiële sector speelt. En dit rapport is een maatschappelijk rapport. Wat moeten we met sociaal-economisch beleid om te zorgen dat de financiële sector ook de juiste rol kan vervullen? De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de samenleving, dus wij met z'n allen, veel te afhankelijk zijn geworden van de wispelturigheid van financiële markten, de financiële sector in het algemeen. En het is niet alleen afhankelijk, het is ook kwetsbaar. Dus de vraag is, hoe kunnen we de samenleving veel sterker inrichten, waardoor die kwetsbaarheid eruit gaat? Want uiteindelijk moet het groeipotentieel van Nederland komen uit die samenleving. En dat groeipotentieel is meer langetermijn gericht. Terwijl een financiële sector, en zeker de afhankelijkheid van de financiële sector, altijd heel duidelijk op die korte termijn gericht is. En derhalve eigenlijk op gespannen voet kan staan, juist met die lange termijn. In het rapport doet u een aantal aanbevelingen. Op welk terrein bijvoorbeeld? We hebben het echt over sociaal-economisch beleid. Dan gaat het dus over aanbeveling over een heel breed terrein. Bijvoorbeeld voor de hand liggend, het belastingssysteem. Als je het maken van schulden, denk aan de hypotheekrenteaftrek, fiscaal subsidieert, dan ben je al een overmatige afhankelijkheid aan het creëren van de financiële sector, van de financiële sfeer. Maar het gaat veel breder. Want uiteindelijk wil je in die samenleving dat er meer op die lange termijn gestuurd wordt. En dat betekent dat die samenleving ook meer op de lange termijn moet kunnen investeren. En dan heb je het meteen ook over pensioenfondsen. We hebben pensioenfondsen ingericht op een wijze waarop ze dagelijks liquideerbaar moeten zijn. Er is dagelijks ruzie over van wie het geld is. Van Jantje van 25 of overgrootvader van 95. Van wie is het geld? En we moeten dagelijks berekenen of er genoeg in de pot zit. Dus het moet liquideerbaar geïnvesteerd worden. En dat is dus niet op de lange termijn. En dat is het pensioensysteem. Maar dan als je langs deze lijnen naar sociaal-economisch beleid kijkt, dan kom je op allerlei andere punten uit. En die andere punten hebben betrekking ook over u en ik, als wij een hypotheek nemen of als wij financiële producten nemen. Vaak nemen we producten waar we voor de lange termijn aan vastzitten. Wij moeten dus de juiste beslissing nemen. Want te veel schuld of afhankelijk van het verkeerde product, dat zet een soort molensteen rond onze nek. Dus hoe krijg je countervailing power, dus hoe krijg je genoeg kracht aan die kant van de consument, dat hij niet te afhankelijk wordt van het financiële, dat hij daar tegenwicht kan bieden. Dus daar hebben we aanbevelingen. Dat is meer consumenten, richting consumenten. Ook richting MKB op dat punt, want MKB kan ook in die klem terechtkomen. Dus je zit op een breed scala van vraagstukken waar je juist die lange termijn wil krijgen die centraal moet staan in die samenleving en die niet centraal staat in wezen in die financiële wereld. Dus in feite betekent het ontwikkelen van plannen op sociaal-economisch gebied voor de langere termijn? Het betekent in ieder geval dat je met sociaal-economisch beleid juist naar die langere termijn moet kijken. Je moet onderkennen dat je de financiële sector wel puur de zwarte piet kunt geven van we hebben een crisis gehad, het is de fout van de financiële sector. En natuurlijk is er van alles verkeerd gegaan. Wij doen ook aanbevelingen om dat te versterken, die financiële sector. Maar de kiemen van het zelfgroeiend bakmeel, zelfrijzend bakmeel, waar de financiële sector tot verworden is, die kiemen liggen echt in ons sociaal-economisch beleid. We hebben ons veel te afhankelijk gemaakt van de financiële sector en we moeten terug naar het fundament van het sociaal-economisch beleid. Hoe krijgen we die lange termijn erin? En het leuke daarvan is, daar hebben wij nationale autonomie over, beleidsautonomie over. Daar gaat Brussel niet over, daar gaat Frankfurt niet over. Dat wordt vaak over de financiële sector gezegd, maar niet over het sociaal-economisch beleid. En daar liggen toch de kiemen in wezen van de ontwrichting van de maatschappij. U zegt wispelturigheid van de financiële sector. Is die uit te bannen dan? Heel lastig. Die is heel lastig uit te bannen. Kijk, die financiële sector die stuurt op onmiddellijke impulsen. Je kunt moeilijk zeggen, kijk even naar aandelenkoersen. Die gaan geweldig op en neer. Die gaan 100 keer meer op en neer dan het nationaal inkomen op en neer gaat. Het nationaal inkomen is een uitkomst eigenlijk van sociaal-economisch beleid. Die beweegt eigenlijk heel weinig. 1,5% omhoog is heel goed. Een jaar met -1% groei is een geweldig grote crisis. Maar als je naar aandelenkoersen kijkt, die gaan soms 30% omhoog en 20% omlaag. Dus daaraan zie je al dat de financiële impulsen
altijd heel extreem zijn. Dus als je gedwongen bent daar veel te sterk op te reageren, en je bent dat als je te veel schuld hebt, of als je te veel afhankelijk bent van bepaalde financiële producten, ja, dan ga je dus sturen op die korte termijn.